Welkom allemaal bij een nieuwe foodcast, nieuw quizje. Ik durf te zeggen, moeilijkste quiz tot nu toe. Ja, maar gast, jij wilt dat ik nu. We gaan namelijk carrières bekijken van spelers, maar alle spelers die hierin zitten zijn al retired. Dus het zijn allemaal legends. Ja. Wat is dan de tegemoetkoming? Om het niet te moeilijk te maken, je krijgt ook een nationaliteit. De vlag is namelijk de achtergrond. Dus we zien de nationaliteit en de clubs die er lopen heeft. Alleen, ik weet niet wanneer. Kan 80 jaar geleden zijn, kan gisteren zijn. Dus allemaal legends. Aan jullie om te raden wie dat ze zijn. Ik ben hier vandaag samen met Evert en Baptiste. Goedemiddag. Evert, gaat dit moeilijk krijgen, vriend? Ik weet nu al niet wat dat is. Zelfs ik ga het moeilijk krijgen bij deze. Zelfs ik. Maar het staat dus op nationaliteit gokken. Het staat dus qua 3-0 qua quizjes. Maar iedereen, voor duidelijkheid, iedereen is retired, hè? Ja. Het is niet dat hij nog net... Ja, oké, okay, ja. Iedereen die hierin zit, is retired. Okay, nee, maar heb ik hier al... Idee? Ja, ik heb al een speler opgeschreven. Dat is er zeker van. Ik nodig iedereen thuis ook uit om mee te raden. En laat weten in de comments hoeveel dat er juist was. We gaan er 10 bekijken. 10. Ik denk als je er van die 10 4 hebt, dat je echt al grote spelers zijn. Ja, dan denk ik dat ik deze sowieso fout... Oh, ik ben trouwens aan het twijfelen tegen tussen 2 hier ook. Nee, maar we hebben ondertussen lang genoeg naar dit scherm zitten kijken. Ja, ik hoor graag van Evert zijn antwoord. Nee, ik had toch een andere. Ik heb echt geen idee. Een Nederlandse, toch wel echt een legend. Ja. Maar die hebben allemaal niet... Ja, deze uit twee van de 7 die er staan, die transfer is niet vaak gebeurd, kan ik u vertellen, dus daar zou ik het eigenlijk mee moeten weten. Ja, maar ik ben aan het tussen 2, krijg ik 2 gokken? Nee. Ja. Evert, ik wil nu een antwoord. Ja, ik heb geen antwoord, sorry. Pas, oké. Okay. Ik heb Robin van Persie. En Robin... Anders is het Ruud van Nistelrooy. Dan heb je pech, want het is natuurlijk Ruud van Nistelrooy. Van Persie heeft nog bij Feyenoord en bij Fenerbahce gespeeld. Ik had eerst Persie, dan had ik Nistelrooy, dan had ik terug Persie. Ik was van Persie al denk ik, dacht dat kan niet, want die heeft nog bij Legend, Benven, legend bij United. Van United naar Real, niet vaak gebeurd. Ruud van Nistelrooy deed wel. Daarna niet meer zo succesvol. Begon dus bij Den Bosch. Bij Den Bosch. En het is dus 0-0. Ja, zoals ik al zei, moeilijk quizje. Ja, maar ik was... dat was mijn tweede gok, hè. Ja, oké, okay, tof. Ja, doe deze. Volgende. Ik heb niks meer, inderdaad. Ja. Een Engelsman. Ja, wat ben je hier gezond wel eens. Ja. Is ook precies bij Kerstmis gebeurd. Het is wel een absolute legend. Legend of the motherfucking game. Wat moet ik hier nu mee? Engels. Krijg je een positie of zo? Nee. Ja, ik denk dat ik het weet hoor, man. Ja, dan moet je het gewoon opschrijven. Ik weet het helemaal niet. Dit wordt een heel leuke video voor de Evert, vrees ik. Ik ga hier gewoon zitten en kijken. Evert, ik wil dat je iets opschrijft. Iets. Ja. Kom maar. Ja, ik doe het tenminste niet. Oké, tof, maar ik kan hier een Engelse speler gokken, maar dat haalt echt niks uit. Ja, maar doe het toch maar. Kane. Nee, leuk, maar even, ik wil dat je nu iets opschrijft. Ja, maar dat klopt niet, maar ik wil opschrijven. Ja, dan maak ik niet uitschrijven, dan pas. Ja, pas. Dan moet ik pas opschrijven, want ik kan dat niet al zeggen tegen. Big Papa Ian Wright. Eerst past. Het was natuurlijk. Let's go! Ian Wright. De man met de lach. Leuk. Ja, ik denk dat elke man een lach heeft. Maar ja, maar nee, die heeft toch altijd van die lachenfilmpjes met die shearer. Kent je dat niet? De volgende. Ja, gast. Ja. Deze is denk ik vrij makkelijk. Ja. Maar ik weet niet dat allemaal waar mensen komen en dat waar dat die gaan. Ik heb 2 mogelijkheden. Dat is al vaker gebeurd deze video, heb ik het gevoel. Kan ik u vertellen, dat is niet handig. Ik kan er weer 2 opschrijven, maar kan ik altijd weer bekken. Maar dat is zo lang geleden waarschijnlijk, zijn ik nog niks mee. Ik kan nu zeggen dat deze gewoon... Chelsea. Wow. Gewoon niet heel moeilijk is. Nee, deze is niet dat. Maar ik weet niet wie dat er naar Chelsea is gegaan. Ja, ik wel. Ik weet er 2 zullen vinden. Ik weet waarschijnlijk dat hij bij Bayern heeft gespeeld, maar... Oké. Vooral dat ik aan elke keer zit, toen ben ik hier gewoon te kijken naar Evert zijn papier en dat hij niet het eerder opgeschreven. Ja, het duurt vrij lang. Maar je zei ook niks met de nationaliteit. Ja, maar als je het niet weet, dan ga ik het waarschijnlijk ook niet raden. Want, ja, ik ga gewoon. En je zei niks met de nationaliteit. Nu zijn het nog 3 grote landen geweest, maar Sebbe zijn er echt wel niet mee. Oké. Ik schrijf gewoon in deze op, dat vind ik gewoon een leuke speler. Ik heb Bol opgeschreven. Bol? Wie is Bol? Van heel lang geleden. Oké, ik heb Ballack. Ja. Dat is natuurlijk Ballack, zijn shirtje hangt hier ook. Ey, van bij Chelsea. Michael Ballack. Als je ziet, Leverkusen, Bayern,
Chelsea. Ja, ik was van waar mensen komen. En ik was even aan het werven met Matthäus, maar die is naar Inter gegaan. Ik weet niet wat hij bij Chelsea heeft gezeten. Matthäus heeft volgens mij nooit bij Chelsea nooit gespeeld. Zo. Misschien moet hij geen Duits spelen. Ja, dat was ook geen Duits, dat was Nederland. Ja, dat was Nederland met een Duits accent. Ja, dat is dus geen Duits. Ja, sorry. We gaan ervoor naar de volgende. Ja. Denk ik misschien wel de gemakkelijkste uit deze hele video. Nou, dat is inderdaad wel echt gewoon de gemakkelijkste. Ja, ik zal hem eerst zeggen, want deze heeft Evert waarschijnlijk ook. Ik heb PD. Ik heb ook PD. Evert, PD. Goed man! En het staat ondertussen 3-1. Ik ben toch blij met 1. Ja, ik zit al bijna aan de 4. Dat was mijn goal voor vandaag. Mijn doel is eigenlijk al bijna bereikt. Ja, en er komen er nog gemakkelijk aan. Ah, dus eigenlijk ga ik wel voldoen. Ik zeg een 6, dan zet je echt. Ja, daarnet was het een grote speler. Ik ga echt een 4 hoor. 4, dan zet je grote speler, maar 6, dan. Okay, Legend of the Game. Ja, ja. Oké. Okay. Oeh. Ja. En nu denk ik toch dat die nationaliteit zeer veel helpt. Ah, godverdomme. Sorry, dat weet ook wel dat dat allemaal Praag. Praag, Tsjechenisch. Ja, Evert, jij zegt wel dat je het weet, maar jij hebt hier gewoon. Nee, ik zeg dat ik de achterstand niet alles. Uit welk land dat de vloer gekomen zeg ik. Dukla Praha. Een absolute legend. Skoda Pilsen. Mooi. Nog steeds wel in beeld in de voetbalwereld? Ja. Nog vaak. Zelfs bij Juventus. Dat is daar toch een tipje dat wordt gegeven? Ja. Evert, we kijken jo, naar jouw blad. Hij zit in het bestuur bij Juventus. Ja, wow, want ik weet wie er in het bestuur van en Juventus ik denk, zit. Denk grootste legend toch bij Lazio of eerder bij Juventus? Bij allebei. Ja, bij allebei. Maar bij Lazio speelden er gewoon minder goede spelers dan bij Juventus. Je hebt samengespeeld met Klose nog. Ja. En met Zidane. Pas. Evert past, dan hoor ik graag van Baptiste. Pavel Nedved. Pavel Nedved. Ja. Evert, wat gaat er mis? Ja, wat gaat er niet mis? Ja. Oh, ik heb toch één. Davies speel ik. Ja, de gemakkelijkste van heel de wereld. Ja, dat kan mij niet schelen. Ja, maar ik zeg, voor u is 3 echt wel. Oké, dan gaan we voor de 3. Ah, wat goed. Oei. Belgische legends. Haha! Please. Nee. Please. Ja. Please. Ik dacht, ik wil er een Belg in steken. Wie is nu echt een Belgische legend? Ik kan u zeggen, deze is een Belgische legend. Please. Ik weet het niet zeker. Ergen. Baptiste. Prudom. Ik heb Wilmots. Ja, Evert. Het was natuurlijk Marky Wilmots. Ai. Bij Schalke. Legend. Heeft Prudom ook niet bij Schalke gezeten? Volgens mij niet. Maar Prudom heeft bij Dingen nog gezeten en dat stond er niet tussen. Bij Leon. Geef mij een D en zat hij niet bij Club Brugge ooit? Ja, en bij Standaard ook. Ja, bij Standaard stond erop. Die heeft nooit bij Schalke gespeeld, denk ik. Nee, ik zeker niet bij Bordeaux. Wel in de Bundesliga, denk ik, Prudom ooit. Ja, dat zou ja, kunnen. Ja, ik was altijd maar het gaat ook helemaal niet om Prudom, dus dat... Nee, ik heb het juist. Ja, Evert, sterk. Dank je. Twee. Volgens mij is het de eerste keer in een quiz dat jij iets juist hebt dat Baptiste niet juist hebt. Ja, dat is zo. Dat is echt niet waar. Dat is gewoon echt waar. Maar Baptiste, wat ging er mis? Ja, ik was gewoon niet in twijfel. Wilmot spookte wel in mijn gedachten, maar ja. Ze spookte in je gedachten. Heb je dat vaak? Laat Wilmot in je gedachten spookt. Dagelijks. Nee, maar iemand anders... Nee, goed. Met de Kochi Tuskers. Ja, ik kon letterlijk wat geen PNG van die club vinden. Zo obscuur is dat team dat ik niet eens een PNG ervan kon vinden. Gast, what the fuck. Maar wel echt een Italiaanse legend. Ook ja, al zijn de gegeven. Laatste twee teams eerder spijtig, kunnen we zeggen. Echt wel. Maar eentje die vaak wordt vergeten eigenlijk in het lijstje van legend. Komt niet zo vaak op tegenwoordig. Ja, ik weet niet of dat hij bij al die ploegen heeft gespeeld. Ja, dat is nogthans wel het concept van de quiz. Ik ga gewoon opschrijven dat ik toch een Italiaan staan. Ja, Evert? Ik heb Pirlo opgeschreven. Die is het niet. Nee. Ik heb Del Piero. Het is allebei niet. Het was Cannavaro. Ballon d'Or winner. Ja, misschien wel de meest onterechte Ballon d'Or ooit. Klein feitje over Cannavaro? Nee. Nee? Nee, doe maar. Cannavaro is een heel kleine verdediger. En toch was hij zo groot. Of toch was die zo groot als... Fuck, hij is een heel kleine verdediger, maar toch was hij heel... Ja, hij heeft toch Ballon d'Or gewonnen, de meest onterechte Ballon d'Or ooit, wordt wel eens gezegd. Maar dat is die van Modric, dus dat scheelt. Nee, dat die Ballon d'Or vorig jaar niet kan ook wel meedoen in die conversatie. Het was gewoon de Ballon d'Or die er vorig jaar niet was. Ja, oké, okay, maar als hem er niet was, kan hem ook niet onterecht gegeven zijn. Ja, onterecht aan niemand gegeven. Hoeveel staat ondertussen? 4 nog maar, Baptiste. Ja, maar. Het kan nog, hé. Het wordt moeilijk, hè, die 6. Ik heb er 3 dat ik het niet weet. Dus dat zijn er... Ik heb er nog 3 maar ik denk dat ik de volgende dat je wel gaat weten. Hans, wie? Ja. Ik ben ook totaal niet zeker ooit. Hè. Een echte legend
vooral bij de club waar hij nou ja, twee keer heeft gespeeld. Maar politie, je moet zo'n dingen niet zeggen. Het zijn echt twee ploegen. Je moet Evert een beetje moeilijkheid geven. Ja, ik heb ook Henri. Allebei Henri. Ja, ik heb toch al mijn status gehaald. Ja, drie. Ja, een, kleine big player. Ja, kleine big player. Baptiste heeft er nog eentje nodig. Misschien wordt het deze. Ja, maar dat weet ik. Misschien. De welbekende controversiële transfer. Op dat moment duurste transfer ooit. Kom op, wat is juist zijn? Ja. Ja, Figo. Zeg maar. Ik heb ook Figo. Ja. Het was natuurlijk Luis Figo. Toch vier, ja. Baptiste toch de zes en Evert toch de vier. Dat is niet heel en de volgende is volgens mij ook gewoon zeer haalbaar. Niet afkijken, joh. Dat is heel kut geschreven, maar ik wil dat er Baptiste niet afkijkt, want hij struggles precies. Hedemhoff, je bent zeker van die van nu? Nee. Ja. Misschien toch de tweede keer dat Evert hem heeft en Baptiste niet? Maar ik ben aan het twijfelen, maar ik denk niet dat hij bij Barça heeft geshot. Nee, ik denk ook niet dat hij bij Barça heeft geshot. Ja, kijk, jij hebt dezelfde als ik ooit in mijn gedachten. Dat kan. Baptiste, ik wil nu een antwoord. Nee, Baptiste, ik wil nu een antwoord. Ja, maar ik kan niet anders dan hem toch opschrijven. Nee, schrijf iemand en anders. En wie hebben we dan? Ja, Maradona. Maradona ook. Het was zeker wel Maradona. Ja, heeft zeker bij Barça gespeeld. Waar praten jullie over? Ja, ik moest een Baptiste wel in de waal leiden. Moest een punt. Ik heb toch de 5 gehaald. Ja, dan waren ze alle 10. De eindstand 5-7. Ja, klopt. En dan hebben we toch weer de vierde overwinning op een rij voor Baptiste. Ik moest, ik moest de 4 halen in het begin, heb ik gewoon gehaald. Ja, dan Baptiste is iets Iran aan het doen. Ja. Nee, ik heb met de stiefjes. Laten we het daar niet over hebben. Jongens, wat vonden we van de quiz? Moeilijker dan verwacht? Nee. Je hebt hem wel moeilijk aangekondigd dat het hem uit. Ja, ik dacht echt dat ik 0 ging halen. Ja, ik heb ook wel gewoon een paar gemakkelijke erin gestoken, maar okay. Ik kan ook allemaal spelers gelijk Cannavaro doen, ja. Dat raadt natuurlijk niemand. Nee, klopt. Daarom dat ik maar ik moet zeggen, Evert, jij hebt mij vooral verrast. Yes. Met een Vroemons bijvoorbeeld. Ja, maar Vroemons was echt een verrassing. Ik weet gewoon dat hij bij Schalke gespeeld. Ja, dat wist ik ook wel. Ja, je zegt wel dat je het wist, maar je zegt het ja, ook. Niet opgezien. Ja, maar ik was graag, maar ik heb gewoon niet... Ik kan me niet schelen. Nee, maar je moet natuurlijk wel... Uw eigen lap, denk ik. Doe wie neemt een Evert dat zo'n geen... Fuck off, nee, dit is zo slacht zo nergens op. Ja, zeker ook. Nee, maar 4-0 nu in quizjes. Evert, waar gaat het mis? Nergens, ik vind het gewoon goed bezig. Man. Toch te veel gepast. Ja, toch wel sterk bezig. Toch te veel gepast. Ja, ik heb op de eerste twee met 1 punt verloren, dat zal echt nergens. Oké, iedereen bedankt voor het luisteren. Heren, bedankt voor het meespelen. Laat in de comments weten hoeveel dat jullie er juist hadden. En je weet, meer als Baptiste, dan zet je zeker een big play aan. Oh, ik dank jullie allemaal uit. En dan zie ik jullie allemaal volgende keer. Bedankt voor het luisteren of voor het kijken. Dag. Of allebei. Dag.